Hier gaat zitten. Ja. Wauw. Ingeleid met Mandela en Gandhi. Ja, ik ben maar gewoon Kevin Weijers. En om even te checken. Ja, jullie moeten het de komende 20 minuten even met mij doen. Maar wie heeft eigenlijk geen idee wie ik ben? Of wat je daaraan zou kunnen hebben? Ja. Ja, dat is een perfecte plek om vanuit te starten, hè? Mijn praatje gaat namelijk over nieuwsgierigheid, de kracht van nieuwsgierigheid. Over experimenteren, over hoe je grote dingen, waar we het vandaag eigenlijk al de hele dag over hebben, ja, hoe je die weer klein kunt maken, zodat je daarmee kunt beginnen. En dat je vooraf niet altijd hoeft te weten waar iets gaat eindigen. Of iets wel gaat eindigen. Maar dat heeft alles te maken met hoe je naar de wereld om je heen kijkt. En daar heb ik een klein testje voor. Wie ziet hier een eend? Wie ziet een konijn? Ja. Wie ziet allebei? Ja, precies. Het is fascinerend, toch? Dus het is een heel simpel plaatje. Elk kind kan dit plaatje tekenen. En wij kijken daar allemaal naar. Verschillende mensen kijken naar hetzelfde en zien iets verschillends. En dat perceptie en hoe je kijkt bepaalt wat je ziet. Dat is wat ik fascinerend vind. Omdat op 3 december 2015 zag mijn bed zag er zo uit. Ik had mijn appartement de huur opgezegd. Ik had mijn auto verkocht. Dit waren alle spullen die ik op dat moment nog had. Het gaat goed met mij. Ik heb een nieuw overhemd, nieuwe schoenen. Maar dat was wat ik had. En ik had ooit gestudeerd veiligheidskunde. Een wereld met... Oh. Had ik ze even moeten poetsen. Een wereld met lessen, toetsen, huiswerk. En toen ik dat succesvol had afgerond, kreeg ik een baan met een inbox en overleggen. En als ik een idee had, dan werd tegen mij gezegd, Kevin, zet maar even wat op papier. En dan was eigenlijk alle energie er alweer uit. En na 5 jaar heb ik ontslag genomen en was dit hoe de situatie was. En ik dacht, ik wil de wereld rondreizen. Ik wil kijken hoe mensen in andere landen wonen, werken, leven, dingen gedaan krijgen of juist niet. Maar ik wilde dat niet doen door van hostel naar hostel naar hostel te gaan en overal maar goedkope biertjes te drinken. Ik dacht, nee, kan ik echt onderdeel worden van die cultuur? En ik mocht bij TEDx Breda, op een grote rode stip, mocht ik mijn idee delen met de wereld. De wereld rond in 80 experimenten. En de definitie van een experiment is iets doen waarvan je vooraf niet weet waar het eindigt. En ik kondigde daar mijn idee aan en ik zei, ik wil reizen naar bedrijven in het buitenland. En ik wil daar heel graag een idee uitvoeren in een week, in ruil voor eten en onderdak. En ik had geen idee of er überhaupt iemand op de wereld was die mij zou willen helpen of willen hebben. Maar het werd gefilmd, mijn presentatie, het werd gedeeld op internet. En 2 weken later had ik 80 uitnodigingen uit meer dan 50 verschillende landen. En dat klinkt heel mooi, en dat was het ook, maar ik had complete keuzestress. He, want als je naar zoveel plekken kan, waar ga je dan naartoe? Dus ik stel mijzelf in dat soort situaties vaak de vraag, maar wat nou als het makkelijk is? En het antwoord op die vraag in die situatie was, dan boek ik een goedkoop ticket, het allergoedkoopste wat er is, ga ik eerst 2 weken reizen, en dan zie ik daarna wel waar ik in de buurt ben of iemand mij daar wil hebben. En dan gaan we gewoon beginnen. En wie reist er wel eens? En wie weet waar dit dan is? Cambodja, ja. Dit zijn de tempels van Angkor Wat. En er wordt gezegd hè, dat het goed is dat je 's ochtends weet waarvoor je je bed uitkomt. En op deze dag wist ik dat. Want ik ging hier de zonsopkomst kijken. En dan moet je om 3 uur je bed uit. En ik had het over hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet. En soms is het figuurlijk. Maar soms is het heel letterlijk. En soms is het enige wat je hoeft te doen, een kwartslag te draaien
en dan zie je iets compleet anders. En dat eerste plaatje, dat zou je op Facebook zetten, of Instagram, of Snapchat, afhankelijk van hoe oud je bent. Maar eigenlijk vind ik deze kant veel fascinerender. Want we zijn verschillend, maar er zijn ook heel veel dingen gelijk. En we doen heel veel dingen gelijk. En dat stukje spelen met perceptie, dat is mij bijgebleven. Ik zette het eerste plaatje ook daadwerkelijk op Instagram. Er was een jongen waar ik vroeger mee had gevoetbald. Die zei, Kevin, ik woon in Singapore. En vind je het anders leuk om bij mij langs te komen? Je kunt bij mij op de bank slapen. Ik kook eten voor je en ik heb nog wel een week werk waar ik zelf geen zin in heb. Niet het sexy begin waar je op hoopt, maar ik dacht, dan ben ik in beweging. Zo belandde ik bij Tampines Rovers. Ik kreeg daar de opdracht om een folder te ontwerpen voor nieuwe sponsoren. Dat deed ik in een week. Dat presenteerde ik aan de voorzitter van de voetbalclub en hij bleek directeur van een advocatenkantoor te zijn. En hij vroeg, Kevin, wat doe je volgende week? Ik zei nog helemaal niks. Zei hij, wil je dan bij mijn advocatenkantoor komen? Ik zeg, lijkt me prachtig. En ik weet niet, wie heeft wel eens een aflevering van Suits gekeken? Ja. Nou, ik belandde in een aflevering van Suits. Mensen verdienden $20.000 in de maand. Dus mooie designerpakken, vrouwen op hoge hakken. Maar ook 80 uur in de week werken. Dus geen tijd om in een zwarte Ferrari te rijden. Dat is een ding. Maar wel weer vergaderen in dit soort mooie boardrooms met uitzicht op het Marina Bay Sands Hotel. En via dat advocatenkantoor kwam ik bij de radio in Maleisië. Ik weet niet, wie luistert er 's ochtends naar Hits FM? Niemand? Nee, in Maleisië 2 miljoen mensen, elke ochtend. En ik mocht 2 ochtenden sidekick zijn bij hun radioprogramma. En ik opende op het vliegveld naar mijn volgende experiment, mijn laptop. Had ik 100 baanaanbiedingen van over heel Maleisië. En het was pas 4 weken nadat ik dat praatje had gedaan en geen idee had of iemand me überhaupt wel wilde hebben. Inmiddels heb ik 33 van de 80 experimenten gedaan. Ik heb wijn gemaakt op Sicilië. Met een jeep door een safari door Costa Rica gereden. Ze wilden dat ik routes ging testen. Ik heb maar 2 keer vastgestaan in een rivier. Dat ging prima. Ik ben model geweest voor een hotel in Dubai. Een marketingcampagne bedacht voor een reisapp in Israël. En zoals je kunt lezen, was dat een groot succes. Maar dat heeft me op heel veel plekken gebracht. En ik wist van tevoren natuurlijk niet wat er zou gaan gebeuren. En ik wil jullie even meenemen naar Kaapstad. Want dat is een plek, daar ben ik verliefd op geworden. Ik weet niet, wie is daar wel eens geweest? Wie heeft daar ook wel eens voor langere tijd misschien wel gewerkt of gewoond? Voor degenen die er nog nooit geweest zijn, die berg in het midden, dat is Tafelberg. En die is plat. Dat is belangrijk om te onthouden voor het verhaal. Want ik kwam in Kaapstad, in het stadscentrum, en het stadscentrum van Kaapstad is ontzettend hip. Misschien wel hipper dan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en dat soort steden, maar het is enorm hip. Maar ik opende mijn verhaal met, alles heeft meerdere kanten, een eend of een konijn. En Kaapstad is een stad die heeft meerdere kanten. Dus je hebt de ene kant van Tafelberg, maar je hebt zeker een andere kant van Tafelberg. De Cape Flats, de townships. En daar wonen de kinderen, die hebben niet $20.000 in de maand. Die hebben $1 of $2 per dag. En toen ik hier in de stad was, kwam ik Hanna tegen, een Nederlands meisje. En zij heeft een project opgezet op een middelbare school. En zij geeft daar gymles. Daar was eerst niets. En dat heeft zij helemaal geïntroduceerd. En zij zei, Kevin, wil je niet als een van jouw experimenten bij mij op school les komen geven? Ik dacht, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik heb altijd al gymleraar willen worden. Dus dacht ik, kan ik dat afvinken? Maar ik was dat met mensen aan het delen in de stad. En iedereen zei tegen mij, Kevin, dat moet je helemaal niet doen. Daar moet je niet naartoe. Want die townships, jij bent blank, blond, vrij lang, je valt erg op. Jij komt daar nooit levend uit. En experimenteren, dus iets doen waarvan je vooraf niet weet hoe het eindigt, dat is leuk. Maar er zijn natuurlijk bepaalde grenzen. En ik raakte in gesprek met Jan, een andere man in Kaapstad, en ik deelde mijn angst. En Jan zei, maar Kevin, jij bent zo van die experimenten, ik denk dat je dat moet doen.
En de volgende keer dat iemand tegen jou zegt, daar moet je niet naartoe, dan vraag je, maar wanneer ben je daar dan zelf voor het laatst geweest? En dat leek mij een vrij goede vraag om te stellen. Dat ben ik gaan doen. En het was ongemakkelijke stilte op ongemakkelijke stilte op ongemakkelijke stilte. Want iedereen in die stad vertelt elkaar dat je niet naar die township moet, dus niemand gaat. En het beeld wat mensen hebben, wordt compleet gebaseerd op wat ze in de media meekrijgen. En zoals we misschien wel weten, is dat niet altijd even objectief. Wat ook wel hielp, is dat Hanna zei, Kevin, ik doe dit al 2 jaar, dan lukt jou dat toch wel een week. En toen ben ik bij Hanna achter op de motor gesprongen en zijn we naar Grassy Park gegaan. En dit was de school waar ik kwam. Gesponsord door Coca-Cola. Ik was laatst in Holland. Daar staan fruitboxen. Dus dat is net anders. En ik kwam in een wereld, net als in die advocatenwereld, maar een wereld waarin ik geen idee had. Het was voor mij compleet nieuw. En ik ben nog nooit in een gevangenis geweest, maar dit was het beeld wat ik had van de binnenplaats van een gevangenis. En als je goed kijkt, dan zie je dat die kinderen net allemaal iets anders van het schooluniform aan hebben. Want dat is alles wat ze hebben. Daar zitten ze 's ochtends mee in de les, dan gaan ze daarna mee gymmen, dan zweten ze, dan zitten ze 's middags mee in de les. En dan komen ze de volgende dag gewoon weer in naar school. En ik wist niet zo goed wat ik daar moest doen. En ik dacht, ik ga me maar gewoon kwetsbaar opstellen. Ik mocht daar net als hier een presentatie geven. Zoals je ziet, ik had net zo'n mooi scherm als dat ik hier heb hangen. Het is net een andere wereld. En ik heb daar maar gewoon verteld dat ik bang was om naar Grassy Park te gaan. Al die kinderen, die lachten me uit. En na die presentatie kwamen ze naar me toe van, maar meneer, u hoeft toch helemaal niet bang te zijn. Wij zijn gewoon kinderen, we vinden voetbal leuk. Doet u een potje met ons mee? En ik ging met die kinderen voetballen. En ik ging gymles geven. En ik vroeg elke les van, goh, wat willen jullie doen vandaag? En we gingen spelletjes spelen, we hadden enorm veel lol. En een plek waar ik eigenlijk eerst bang was om naartoe te gaan, werd een plek waarvan ik het eigenlijk heel jammer vond dat ik er weer wegging. En wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt van dit experiment is, en jullie hebben dat waarschijnlijk al lang gezien, is dat die rij bergen op de achtergrond, dat is de achterkant van Tafelberg. Alleen aan de achterkant van Tafelberg is Tafelberg niet plat. Dus op elke foto die je googelt, Tafelberg, zie je een platte berg, zie je een eend. Maar als je aan de andere kant komt, is er een hele grote groep mensen voor wie Tafelberg helemaal niet plat is. Maar de enige manier om te ontdekken dat dat zo is, is door er naartoe te gaan. Tegen alle goed bedoelde negatieve reisadviezen in. En dat is de boodschap van experimenteren. Je moet in beweging komen om uiteindelijk iets te ontdekken waarvan je van tevoren nog niet wist dat het misschien zou gaan gebeuren. En dat is maak wat je raakt voor mij. Grote dingen klein maken, beginnen en iets doen waarvan je vooraf niet weet hoe het gaat eindigen. En mensen vragen dan wel eens aan mij, hoe meet je het succes van je experimenten? En dat zijn mensen die denken in rapporten en Excel-sheets en als de kwartaalcijfers maar kloppen. Maar voor mij is dat iets anders, voor mij gaat het om verbinding. En die jongen in dat witte shirt, dat is best een boefje, die kwam aan het einde van de laatste les naar me toe en die zei, meneer, wilt u anders met ons een selfie maken? Want dan kunt u ons laten zien aan alle mensen voor wie u spreekt. En als ik dat vertel, krijg ik altijd kippenvel, hoe cliché het ook is. Maar het was gelukt om in een week tijd, in een plek waar ik eigenlijk bang was om naartoe te gaan, verbinding te maken met die kinderen. En zoals ik al zei, dan moet je af en toe wel een experimentje aan. Dan moet je in beweging komen. En misschien is dat soms eng, maar dan zet je maar net als deze muis, zet je je helm op. En dan ga je uiteindelijk vaak ontdekken dat het helemaal niet zo spannend is. En dat de meeste dingen die jij denkt die gaan gebeuren, dat zit in je hoofd. En daarom wil ik jullie achterlaten met een experiment. Het is een experiment die ik gaandeweg de reizen heb gedaan. Het is bedacht door een Amerikaanse man, Will Bowen. Maar het is de 21 dagen niet klagen challenge. En ik weet niet of iemand die kent.
of iemand al wel eens een poging heeft gedaan. Maar ik sta hier bij de klaagmuur in Jeruzalem met een wit bandje om mijn pols. Want als je de 21 dagen niet klagen challenge gaat doen, doe je een bandje om je pols. Dan mag je 21 dagen niet klagen, niet schelden en niet roddelen. Ja, dat is een dingetje. Ik zie mijzelf als een vrij positieve jongen. Maar het duurde mij 3,5 maand om deze challenge te volbrengen. Want als je op dag 6, 7 of 8 wel klaagt, scheldt of roddelt, gaat het bandje van je ene pols naar je andere pols en ben je weer op dag 0. Het is soms wel, wordt het neergezet als een positiviteitschallenge. Ik kan je vertellen, het is ontzettend confronterend. Zeker de eerste 3 dagen. Maar om eventjes mee te geven, roddelen is negatief praten over iemand die er niet is. Dus als je het eerst met die persoon wel deelt, dat was mijn oplossing, dan mag je het daarna wel aan de rest van de wereld vertellen. Maar wat je misschien zult gaan merken is, op het moment dat je het met diegene erover hebt gehad, heb je complete behoefte niet meer om dat rond te bezuinen. Nou, schelden spreekt voor zich. En klagen is negatieve feedback geven op een situatie zonder de intentie die te willen veranderen. En de magie zit in de tweede zin. Zonder de intentie die te willen veranderen. Want je kunt wel kritisch denken, dat is heel belangrijk, dat hebben we gezien in de presentatie vandaan. Maar het gaat om wat je daar vervolgens mee doet. Onderneem jij actie om die situatie te veranderen, ja of nee? En ik sta hier bij de klaagmuur. Ik deed deze challenge, ik deed er dus 3,5 maand over. Ik zei op dag 21 tegen mijn vriendin bij het ontbijt, ik praat vandaag niet. Dus hij zei, doe nou eens normaal. En toen ik hem had volbracht, schreef ik daar een blog over, zoals ik met alle experimenten doe. En Editie NL benaderde mij, er werd een item over gemaakt. Ik werd weggezet tegen een diva uit de jungle. Maar haar motto was, ik klaag vaker dan ik ademhaal. En had je mij met de 21 dagen niet klaag challenge. En ze zetten dat op Facebook. En op hun Facebookpagina kwamen 35.000 reacties onder het bericht, tag degene die deze challenge zou moeten doen. En ineens kwamen via mijn website honderden berichtjes binnen van mensen die zeiden, heb jij zo'n wit bandje voor mij? En ik zei, nee. Hoezo? Ze zei, nou, een foto gezien, blonde jongen, niet klagen challenge, wit bandje. Ik zei, ja, maar toen ik die challenge aanging, heb ik gewoon uit een la een willekeurig bandje om mijn pols gedaan en die was toevallig wit. En je hebt om deze challenge aan te gaan geen bandje nodig. Je kunt gewoon beginnen. Hoe kan het dat je denkt dat je een bandje nodig hebt? He? Zet een hoed op. Begin. Maar ik vertelde dit verhaal voor een groep ondernemers en die zei, nee Kevin, als jij dit verhaal vertelt, dan moet jij die bandjes hebben. Misschien kun je ze zelfs wel verkopen. Nou, dat wilde ik helemaal al niet. Maar een week later stond er een grote kartonnen doos bij mij voor de deur met 2000 witte bandjes. En daar stond op een briefje, Kevin, als je ze niet wil verkopen, dan geef je ze maar weg. En de reden dat ik altijd afsluit met dit verhaal is, omdat het... Je hebt er niemand voor nodig. Niet je ouders, geen manager, geen budget. Je hoeft geen plan te schrijven. Het is aan jou. Doe je het bandje om, ja of nee? Ben je nieuwsgierig genoeg om een experimentje aan te gaan waarvan je vooraf niet weet wat het je uiteindelijk gaat opleveren? Ben je bereid om te leren? En ik heb deze bandjes en we hebben gezorgd dat er voor iedereen een bandje is. He, bij de uitgang straks krijg je iets mee en daar zit een wit bandje bij. En naast dat het de 21 dagen niet klagen challenge is, kan dit bandje natuurlijk symbool staan voor elke challenge of elke uitdaging die jij aan wil gaan. Voor de mensen die bij de workshop van Jelle zijn geweest. Als je 30 dagen geen vlees wil eten, kun je natuurlijk ook dit bandje omdoen. Terug. Ik heb er een slide uitgehaald. En dat is waar ik namelijk mee wil afsluiten. Het thema is maak wat je raakt. En
ik hoop en ik gun iedereen dat ze een experimentje aangaan waarvan ze nu nog niet weten wat het gaat opleveren. Dat je maakt wat je raakt. Omdat wat ik heb geleerd, als je mij vooraf had gevraagd, sta jij over 3 jaar voor bijna 1000 mensen je verhaal te vertellen, had ik je niet geloofd. Maar als je je nieuwsgierigheid volgt en je doet dat lang genoeg en je komt in beweging, dan kom je er misschien wel achter dat Tafelberg helemaal niet plat is en dat de wereld aan je voeten ligt. Dus ik wil iedereen bedanken dat ik hier mijn verhaal heb mogen delen. Ik wens jullie enorm veel succes als jullie die challenge aan willen gaan. Als je het leuk vindt, kun je me dus volgen via Instagram. Stuur me even een berichtje met wat het voor je doet, wat het voor je heeft opgeleverd. En onthoud, als je dan toch een plan wil maken voor dat experiment, wat je gaat doen, doe dat dan achteraf. Want dan weet je namelijk precies wat er is gebeurd. Dan kun je dat gewoon opschrijven, kun je het kort houden en dan klopt het nog ook. Nee, maar als je iets maakt wat je raakt, weet ik zeker dat je iets maakt wat ook anderen raakt. En dan wordt het precies wat we willen, allemaal een beetje mooier. Dank jullie wel.